Dit is het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Aan de overkant is een veelkleurig gebouw verrezen, waar kankeronderzoekers van een groot aantal disciplines onder één dak samenwerken. En dit is dokter Gerritsen, directeur van dat CCA, het Cancer Center Amsterdam. Aan hem de taak om ervoor te zorgen dat alle technische ontwikkelingen uit het laboratorium straks in een nieuwe polykliniek in een nog eerder stadium kunnen worden toegepast op patiënten. Want de techniek schrijdt in razend tempo voort. Maar één ding blijft onontbeerlijk: een snellere diagnose, waardoor er eerder begonnen kan worden met de behandeling van kankerpatiënten. Zo zag het gebouw eruit voor de officiële start van de campagne, die ertoe moet leiden dat hier in de nabije toekomst die polykliniek verrijst. Het geld daarvan moet komen uit de grote loterij, waar hopelijk heel Nederland aan mee gaat doen. Onder grote belangstelling was dit de officiële start. 5, 4, 3, 2, 1. Een campagne die een aantal weken loopt. Het als grote slotmanifestatie op 1 juli, de grootste bingo ooit. Vanuit Utrecht ziet u elke zondagavond 8 bekende persoonlijkheden die Lingo spelen. Er zijn emotionele reportages en spectaculaire acts. En dat allemaal in het teken van die unieke nationale actie met voor u een record aantal prijzen. Dit is de Lingo Bingo Show. En hier is Lucille Werner. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij alweer de tweede Lingo Bingo Show. Ja, wat heerlijk dat u allemaal kijkt. Ja, u weet het inmiddels. We doen dit natuurlijk niet zomaar. We doen het met z'n allen. Lingo Bingo is een onderdeel van een grote nationale campagne met op 1 juli de grootste bingo ooit. En het zal u vast niet ontgaan zijn. Afgelopen weken bent u deze loten overal in het land wel tegengekomen. En we merken nu al dat u deze actie van harte heeft omarmd. Veel, veel dank daarvoor. Het doel... U mag blijven applaudisseren zolang het maar voor de actie gaat. Het doel van de actie is natuurlijk die nieuwe polykliniek. En als u het lot activeert, dan gaat hij er hopelijk ook komen ook. En het is hier in de zaal natuurlijk meteen al groot feest. Want als lid van de sponsorloterij bent u nu allemaal al winnaar. En u kijkt me aan zo van, oh, is dat zo? Ja, alle mensen hier in de zaal die krijgen een prijs. En dat is 75 euro die op uw bankrekening wordt bijgeschreven. Dat krijgt u nu al. In heel Nederland komt u deze dagen deze loten tegen. Daarop staat ook wat u moet doen om mee te spelen. Waar het om gaat is dat u deze loten niet alleen mee naar huis neemt, maar dat u ook daadwerkelijk meedoet door ze te activeren. U moet uw lot bewaren tot 1 juli, want dan spelen we de grootste bingo ooit met het grootste aantal prijzen ooit. En dat doen we dan ook nog eens voor een prachtig doel. We willen een polykliniek neerzetten waar alles erop gericht is om kanker in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen en behandelen. Een nationale actie waarbij we dus met z'n allen iets heel moois tot stand kunnen brengen. Ja. Het is duidelijk waarom wij u vragen mee te doen met deze actie. Zo'n kliniek die kan zonder overdrijven voor honderdduizenden Nederlanders van levensbelang zijn. Wilt u meedoen? Bel dan 0909-0099. Dus 0909-0099. En we gaan Lingo Bingo spelen. En daar zitten onze 8 bekende persoonlijkheden. Wat fantastisch dat jullie er gekomen zijn. Heel goed. En ik stel ze natuurlijk eventjes aan u voor. Het 6-letterwoord missen speelt deze man op dit moment wel een hele grote rol. Ik hoop dat hij samen met zijn mooie collega de goede woorden en ballen gaat opsporen. Zal dat gaan lukken, Annico? Nou, we gaan ons best doen. Oké. Dames en heren, Jaap Jongbloed en Annico van Santen. En menig musical hebben zij al met hun prachtige stemmen tot een succes gezongen. En nu maar hopen dat ze vanavond bingo gaan galmen. Mag ik het even horen? Bingo! We hebben bingo! Woehoe! Hier zijn Marjolein Touw en Tony Neef. Dankjewel.
Ja, en zij zijn de koning en koningin op het ijs en met name op de lange afstand. Maar kunnen zij in 6 seconden de juiste woorden raden? Wat denken jullie, Renate en Jochem? Nou, we gaan heel hard ons best doen. Het gaat absoluut lukken. Het gaat absoluut lukken. Hier zijn onze schaatskampioenen Renate Groenewold en Jochem Uytenhagen. Ja, en acteren is toch altijd een beetje doen alsof. Maar daar komen deze twee acteurs vanavond helemaal niet mee weg. Ze spelen hier straks voor het Echi en natuurlijk ook voor hun supporters. Hebben jullie een beetje geoefend? Heel hard. Oké. We gaan het zien. Hier zijn Quintus Risti en Marian Mudder. Ja, en natuurlijk is hij vanavond ook weer van de partij. Onze juryvoorzitter, François Boulanger. Ja, François, ik vond je vorige week een beetje streng, moet ik je eerlijk zeggen. Hoe ga je het vandaag doen? Nou, je weet, orde en tucht zijn de beginselen der wijsheid, dus ik blijf streng, maar rechtvaardig. Maar rechtvaardig, gelukkig maar. Goed, oké, dankjewel François. Ja, en u zit hier vanavond niet voor niets, dat heeft u aan de kop van het programma al kunnen zien. U heeft sowieso al €75 op uw eigen bankrekening. Maar u maakt ook kans op een auto. Hou dat eventjes heel goed in de gaten. En u zult zich afvragen hoe. Als u nou eens even goed naar deze 4 teams kijkt. Welk team denkt u dat de eerste ronde zal winnen? Dat is eventjes heel belangrijk. Als u denkt dat Jaap en Annico vanavond de eerste ronde zullen winnen, dan toetst u een 1 in. Als u nou denkt, nou, volgens mij kunnen Tony en Marjolein dat veel en veel beter, dan toetst u de 2 in. Maar Renate en Jochem, dat zijn twee hele snelle mensen, misschien ook wel heel snel in lingo. Toets dan een 3 als u daar vertrouwen in heeft. Les best, zeggen ze altijd. Dus Quintus en Marian, dat is 4. Dat moet u dan intoetsen. En heeft u het uiteindelijk goed na de eerste ronde, dan heeft u sowieso een espresso-machine gewonnen. Nou, u mag gaan drukken. En tegelijkertijd ook het kleursjaaltje natuurlijk om de nek doen. Oeh, wat een kleurrijke studio krijgen we zo, zeg. Met al die sjaaltjes. Maar ik hoop niet dat u te druk geweest bent met de sjaaltjes en dat u allen gedrukt heeft. Want we gaan eens eventjes kijken naar de percentages. Hoe is het gesteld met het vertrouwen? Tjonge jonge, iedereen heeft zo'n beetje vertrouwen in Jaap en Annico. 65%. Ja, dat is heel wat. Marjolein en Tony, waar zou dit nou aan kunnen liggen? Ik heb geen idee. Maar ik wil wel die ene manier wel bedanken. Dat is die is toch geschikt? Ja. Goed. Oké. Okay. En we zien natuurlijk verder alle scores. Weet je wat we gaan doen? Zullen we maar gewoon eens beginnen? Ja? Ja? Wordt het tijd? Oké, okay, we gaan beginnen met team 1 tegen team 2. Kom nu in beeld, een V. Vieren. V-I-E-R-E-N. En Annico. Vasten. V-A-S-T-E-N. Vasten. En Jaap. Kom op. Vracht. En dat is helemaal... V-R-A-C-H-T. Is het buiten de tijd, François? Het was net in de zomer, dus we keuren hem goed. Oké, okay, we keuren het goed. We gaan door dus. Maar het is niet de oplossing. Annico. Volgen. V-O-L-G-E-N. En dat is goed! De eerste 25 punten zijn hiermee verdiend. Je mag een bal pakken, Annico. Nou, daar gaan we. Een duik. Het is... De G. De G op het ene laatste plekje. En de volgende bal voor Jaap. We zien. Dat is de O. En die plakken we er even achteraan. Heel goed, en we gaan gauw door. Jaap. L. Lagers. L-A-G-E-R-S. Lijstje. L-lange-I-S-T-J-E. Lawine. L-A-W-I-N-E. Lengte, L-E-N-G-T-E. Lengte. Vijfde beurt voor jou, Jaap. Pas op. Letter. L-E-T-T-E-R. Heel snel gespeeld, zeg. Jaap. En dan is het gewoon... Ja. En dat is alweer 50 punten natuurlijk. Maar het is al zo warm. Ga je gang. Nou. Ja, die letter.
Ik heb nog een O. Ja, die heb je al gehad, dus die mag je even naast je leggen. Inderdaad, Jaap, de volgende is voor jou. Ja, heel goed, niet kijken. Oh. Je geeft de beurt weg aan team 2. Dus Marjolein, pak hem gauw maar even op. Maar niet voordat we gekeken hebben naar het 10-letterwoord. Oh, ja, hebben we ook nog. Hou de handen bij de knoppen en druk. 70 punten nu. Ik weet... Ja, druk dan. Kinderwens. Kinderwens. Ja, en zonder dat ze begonnen zijn, hebben ze nu al de leiding. Jullie mogen doorgaan en denk aan die 5 minuten. Marjolein. Een H. Harigs. H-A-R-I-G-S. Iets harigs. Tony. Haring. H-A-R-I-N-G. Binnenkort zijn ze weer binnen. Een nieuwe haring. En er wordt dan meteen in de ballenbak gedoken. Pas op dat je er niet helemaal in valt, Marjolein. En we hebben de I. We hebben de I. Zet hem maar neer. Tony. De G. De G. Oké. We blijven bij jullie. Pak de draad maar weer op. Marjolein. P. Praten. P-R-A-T-N-E. T-N-E. Oh, oh. Ja, dat is net zo gespeeld. Het begon al niet lekker. François, ze krijgen van jou zelfs geen tijd om te herstellen. Nee, maar ze spelden het echt zo. Ze had alle tijd om te spelen. Helaas. Ja, oh, heel dom. Jammer. Oké, dan gaat gouden beurt weer terug naar team 1. Annico, dit is de bonusletter. Peuter. P-E-U-T-E-R. En? Paniek. P-A-N-I-E-K. Paniek in het hoofd van Jaap wellicht. Pesten. P-E-S-T-E-N. Bijna. Kom maar in. Kom op, Jaap. Oh, kom. Perten. Nee, oh, nee. Er komt geen bonusletter bij, maar jullie krijgen wel de beurt. Tony mag het zeggen. Petten. P-E-T-T-E-N. Natuurlijk is het Petten. Bal? Ja, we moeten binnen. Oh nee. Oeh, ja. De witte bal. Ze geven meteen de beurt weer terug. Jongens, en houd in de gaten. Die 5 minuten, want het gaat razendsnel. Eerst even het 10-letterwoord. Hou de handen bij de knop. Druk als je het ziet. 70 punten nu. Het loopt af. Ja, kom. Oké, Annico. Ontdekking. 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 Zo! En wat liggen de teams dicht bij elkaar. Het wordt heel spannend. De laatste 30 seconden. Kom op, Jaap en Annico. Ja. Annico, je mag beginnen. Erwten. E-R-W-T-E-N. Ja, Erwten. Oké, okay, Jaap. Ekster. E-K-S-T-E-R. Elkaar. E-L-K-A-A-R. Elkaar. Goed! Ja! De N is gepakt. De tijd is net om, Jaap. B? Moet niet. De B. De B? Dat is de B. Tijd was om. Maar goed, dit tellen we. Het is allemaal voor de nationale actie, hè? Dus dat maakt allemaal niet uit. Nee, precies, dat vind ik ook niet. Nu maar eens eventjes team 3 tegen team 4. Want hoe brengen zij het er vanaf? We gaan beginnen met... Quintus, daar ga je. Een D. Duimen. D-U-I-M-E-N. Marianne. Duiken. D-U-I-K-E-N. En ook weer 5 minuten voor jullie, ja. Dansen. D-A-N-S-E-N. Dadels. D-A-D-E-L-S. Dinnen. D-I-N-N-E-N. Dinnen. Dat is niet goed. Oké, Renate, pak jij het maar even op.
Wat denk je dat dit is? Een bonusletter? Een I? Dingen. D-I-N-G-E-N. Het zijn van die dingen die dan ineens goed zijn. Ja, en razendsnel neemt ze een bal. De B. De B. Ze heeft goed in de gaten dat het hier om de tijd gaat. Jochem. De O. Oké, helemaal aan het einde. En we blijven bij jullie. Een G. Jochem. Ik sla gewoon dicht, joh. Ongelooflijk. Gember, G. En dat is buiten de tijd weer, hè? Oeh, hij blijft toch wel streng, onze François. Dat betekent dat Marian door mag. Inzoomen. Met een bonusletter. Een R. Guru. G-O-E-R-O-E. Quintus. Graten. G-R-A-T-E-N. Bijna. Kop hem erin. Granen. G-R-A-N-E-N. Wat denkt het publiek hier? Nee, en ze mogen ook niks zeggen. Graten. G-R-A-Z-E-N. Zoeken we die Z. Wat denkt u? Nee. Marian, vijfde beurt. De zoemer. We zeggen niks, we verklappen niks. We gaan even gauw naar Renate. Graden. G-R-A-D-E-N. Netjes, de ballenbak. De B. Graden. Helaas. En Jochem? De N. De N. En die zetten we weer eventjes neer. Alle vier, hou de handen bij de knoppen. We gaan beginnen met het 10-letterwoord. 70 punten kun je nu verdienen. Er is gedrukt door Quintus. Meganoot. Nee, dat is het niet. Geen idee. Jochem en Renate? Jullie mogen nog doorgaan. Druk als je het ziet. Alleen natuurlijk, kijk eens naar elkaar. Teamgenoot. Oh, teamgenoot. Teamgenoot, inderdaad, ja. Wat? Teamgenoot is het. Oké, okay. Ja, dat hebben ze wel uiteindelijk geraden. Ze waren eventjes een beetje de weg kwijt, maar uiteindelijk toch geraden. Jullie mogen ook doorgaan. Jochem, met jou en deze letter. N. Neuzen. N-E-U-Z-E-N. Nagels. N-A-G-E-L-S. Natuur. N-A-T-U-U-R. Nummer. N-U-M-M-E-R. Goed gedaan. Ja, 75 punten al voor team 3. Nog helemaal niets voor team 4. En helaas, de roze, de O. De O. De N. En die hebben jullie ook al gepakt. Nou, ik zou zeggen, Jochem, ga rustig door. Een K. Katers. K-A-T-E-R-S. Kerels. K-E-R-E-L-S. Kabels, K-A-B-E-L-S. Renate weer. En denk aan de tijd, nog 30 Klagen. Seconden. K-L-A-G-E-N. Heel snel, Jochem. Kom op, team 4. Jullie moeten iets op het scorebord hebben, vind ik, na deze ronde. Bonusletter. Een P. En dan is het natuurlijk Quintus. Kappel. K-A-P-P... Kapel, sorry. K-A-P-P-E-L. Bedoel je dit? Ja. Dat is het niet. De zesde beurt is voor team 3, maar niet meer, want de tijd is om. We gaan eens even kijken naar de oplossing, want welk woord zochten we hier? Kapsel, natuurlijk. Hè, wat ontzettend jammer. We hebben de eerste ronde hebben we op dit moment gehad. En natuurlijk heel belangrijk voor het publiek hier in de studio. We gaan eens even kijken naar die waardevolle tussenstand. Helemaal niets voor Quintus en Marian. 75 punten voor team 3. 110 voor team 2. Gewonnen
hebben Jaap en Annico en dus u ook met de groene sjaaltjes de Espresso-kopie. Knap gedaan, Jaap en Annico. Ja, en u denkt thuis misschien wel van, jeetje, wat vallen de mensen in de studio niet in de prijzen? Nou, inderdaad, maar nu het moment dat u thuis in de prijzen gaat vallen. Ik hoop dat u alle dit lot nu op schoot heeft. Dat is heel erg belangrijk geworden. Want wij gaan bepalen wie de winnaar is van de eerste auto vanavond. En dat doen we aan de hand van een mobiele drukknop. Jaap en Annico. Ga jij vast? Jullie mogen strakjes op de knop gaan drukken. En dan zien we het winnende lot. Want we tellen met het hele publiek af van 3 naar 0 uiteindelijk. Zullen we het even met z'n allen doen? Daar gaan we. Dan drukken. 3, 2, 1, go! Hoe! Wie is het geworden? Dit is het lotnummer 14702836. En u kan u verklappen dat het is geworden mevrouw Dunlop. Ja, en waar zult u denken? We gaan naar het zuiden met de auto. Helemaal naar Tilburg. Van harte gefeliciteerd. En buiten staat Rick Brandsteder. Ja, de eerste winnaar is bekend, dus de eerste auto mag gaan. Ik zal je even helpen. Ga lekker zitten. Gordeltje om. En een beetje lachen als je aankomt daar bij de winnaar. Winnaar, van harte gefeliciteerd met uw nieuwe aanbieding. Ja, Rick, dankjewel. En we gaan nog meer mensen gelukkig maken. Hier in de zaal, maar ook bij u thuis. Er zijn inmiddels al meer dan 365.000 prijzen beschikbaar gesteld. En onder in beeld ziet u alvast een aantal winnende lotnummers. En die kunt u ook terugvinden op www.tros.nl/bingo. Ja, we spelen natuurlijk vanavond Lingo Bingo. En op 1 juli de grootste bingo ooit. Heel erg belangrijk. We willen natuurlijk met elkaar, met z'n allen ervoor zorgen dat die nieuwe polykliniek er ook daadwerkelijk komt. En iemand die daar heel veel over weet is Yvonnie. Ivo, van harte welkom. Vertel ons even, hoe gaat het nou eigenlijk met de actie? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd nog niet zo'n beeld van. Hoewel, in mijn omgeving, daar vind je natuurlijk niet de meest legendarische en fanate spelers van dit soort spelletjes. Ja, maar die doen allemaal mee. Maar het wonder is dat ze me echt met een boodschap gestuurd hebben. Om het voor, ja, deze misschien nog wat minder intelligente types nog één keer uit te leggen hoe het werkt. Dit is dus het actienummer, wat je net ook getrokken hebt. Waar de auto op is gegaan. Je wekenlang prijs mee kan winnen. En dit is het gedeelte, dames en heren, thuis in mijn buurt voor 1 juli. He, daar gaat het om. Dat is de bingo. Dus je moet dat lot zolang bewaren. Nou, als dat maatgevend is voor hoe het loopt, dat in mijn omgeving echt iedereen heel enthousiast is. Nou, je kan er ook haast niet omheen. Er staan van die pagina's in de krant. Ja. Dus het gaat hartstikke goed. Het mooie is, en dat kan ik ook iedereen altijd wel weer uitleggen, het is natuurlijk een loterij met alleen maar winnaars. Mm-hmm. En niet alleen dat record aantal prijzen wat er is, maar eigenlijk is iedereen straks winnaars. We gaan naar de dramatische situatie toe in Nederland, dat 1 op de 3 Nederlanders gewoon echt zelf te maken krijgt met kanker. Komt dat we steeds ouder worden? Het is niet anders. En als je huisarts zegt, ja, we moeten nu toch maar eens gaan onderzoeken of het wellicht kanker is, dan slaat de angst natuurlijk om je hart, om de simpele reden dat je direct wil weten wat er aan de hand is. Want er komt er doorgaans een periode van weken wachten, afspraak met de ene specialist, afspraak met de andere specialist. Je hebt het al een aantal keren gezegd. We kunnen waarschijnlijk wel in dat systeem nu een grote doorbraak tot stand brengen. Bij het VUMC in Amsterdam is dat gebouw neergezet, waar onderzoekers van alle kankerdisciplines samenwerken. En als daar die polykliniek bij komt, waar deze actie voor gaat, dan kan wat daar bedacht wordt op patiënten worden toegepast. En dan kunnen we niet alleen daar, maar in de toekomst waarschijnlijk in alle daartoe geëquipeerde ziekenhuizen in Nederland, binnen 48 uur naar diagnose en behandelplan. Ja. En dat zou dus echt wel een heel mooi ding zijn. Ik heb ook tegen de mensen, alle winkeliers in Nederland die mee moesten doen, heb ik gezegd, dit gaat niet om iets anders dan een plekje in de hemel verdienen. We kunnen met elkaar echt iets historisch neerzetten. Dus wat dat betreft vind ik het nog steeds echt een onverminderd schitterende actie. En ja, dat is het zeker. Ivo, jij bent onlangs ook weer daar geweest, hè, waar het hele plan gerealiseerd moet worden, met mensen gesproken. Wat vertellen ze je? Nou ja, het raar is, en Mies Bouwman is er ook geweest, want voor wij betrokken raakten bij deze actie zeiden we willen wel het naadje van de kous weten. En we hebben er allebei los van elkaar een dag rondgelopen en elkaar gebeld en zeiden wat je daar voelt, en het is oprecht zo, is eigenlijk onbeschrijfelijk. Daar is een soort enthousiasme van onderzoekers en artsen en patiënten die daar ook al geholpen worden, omdat ze op weg zijn naar iets heel bijzonders. Dat kan haast niet anders en dat voel je daar.
En we hebben ook een hele mooie reportage gemaakt, althans jij. Waarin nog weer eens duidelijk wordt, want in elke uitzending stellen we één patiënt centraal die we de afgelopen tijd gevolgd hebben. En waarin nog weer eens duidelijk wordt dat het eigenlijk maar om één ding gaat. Hoe eerder je weet waar je aan toe bent, dus hoe sneller de diagnose, hoe eerder je dus kan beginnen met behandelen, hoe groter de kans op genezing. En die kans op genezing wordt al allemaal groter. En als we deze stap nog kunnen zetten, dan denk ik dat we een historische stap maken. De nationale actie is dus heel belangrijk. Ivo, dankjewel. En we gaan even kijken naar de reportage. Dit is het veelkleurige gebouw dat in Amsterdam verrezen is naast het VU Medisch Centrum. Het heet het CCA, het Cancer Center Amsterdam. En is onderdeel van dat VU Medisch Centrum. Hier werken kankeronderzoekers heel intensief samen. Doel is om samen met de behandelende artsen te komen tot een systeem waarbij een veel snellere diagnose van kanker mogelijk wordt. Maar daarvoor is een nieuwe polykliniek onontbeerlijk, speciaal voor mensen met kanker. De vroege diagnose, dat is een term die steeds maar valt. Waarom is een vroege diagnose toch zo essentieel? Dat is heel eenvoudig. Als je hier kanker hebt, dan, en het verspreidt zich bijvoorbeeld naar de lymfeklieren, hier in de oksel, wordt het al moeilijker om de genezing te bereiken. Laat staan als de kanker zich verspreidt naar bijvoorbeeld longen en lever. Dus dat betekent, hoe kleiner de tumor is, hoe groter de kans is dat je kunt gaan genezen. Verderop in de uitzending laten we u kennis maken met Tamara. Kort na de geboorte van haar eerste kindje werd bij haar leukemie ontdekt. Ze kwam terecht in het VU Medisch Centrum. Ik was net moeder en ik moest eigenlijk thuis bij mijn kind zijn. Maar dat kon niet. Ik moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus stoppen met borstvoeding. Geen beschuit met muisjes. Geen kraamvisite. Maar chemotherapie in het ziekenhuis. Ja, straks het complete, indrukwekkende verhaal van Tamara. En u begrijpt dus dat het echt van levensbelang is dat deze nieuwe polykliniek er komt. En dat u de nationale actie ondersteunt. De loten zijn zo belangrijk. 0909-0099 of 0909-0099. We gaan door met ook lingo hier in de studio. Met namelijk de tweede ronde. En u mag daarvoor natuurlijk weer de kastjes pakken. En misschien zelfs wel de sjaaltjes afdoen. Want misschien denkt u nou, ik heb eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in het team waar ik op gekozen heb. Dan mag u het weer gaan wisselen. Dus hou de kastjes even bij de hand. We spelen namelijk nu voor een MP3-speler. Als u dus deze tweede ronde goed weet te raden, dan heeft u dat sowieso gewonnen en kan het mee naar huis. Maar, wat denkt u? Heeft u de kastjes allemaal? Ja? En de sjaaltjes zie ik her en der af, maar sommige mensen hebben het nog steeds op. U mag nu drukken. En natuurlijk tegelijkertijd ook weer het sjaaltje omdoen, hè? Dat is heel erg belangrijk. Oké, eens even kijken. Hoe ziet het er allemaal uit? Ik hoor een beetje drukte daarachter. We gaan het allemaal goed daar? Ja? Heeft u allemaal de juiste sjaaltjes om? Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan wij nu maar weer eens eventjes Lingo Bingo spelen. En we beginnen nu op dit moment met team 3. En dat is Renate. Dit is jouw beginletter. Een N. Nagels. N-A-G-E-L-S. Nummer. N-U-M-M-E-R. Niche. N-I-E-S-J-E. Neusje. N-E-U-S-J-E. Er wordt een beetje gelachen hier. Neusje. Is nog niet goed. Nestel. N-E-S-T-E-L. Bijna. Maar nog niet helemaal. En daarvoor gaan we naar Jaap. Eens even zien, Jaap. Weet jij het? En Annico, jullie mogen even overleggen met elkaar in deze zesde beurt. Wij denken Nesten. N-E-S-T-E-N. En de ballen mogen uiteraard weer gepakt worden. Ga je gang. Annico, het is niet te geloven wat je doet. Ja, wacht even, Jaap. Ja, ik wil het namelijk toch even uitleggen. We zien allemaal bingo staan. Waar zitten supporters van Jaap en Annico? Ga eens even staan. Waar zijn jullie? Oké. Heel goed, heel goed.
Ik zal het u even zeggen. Het bedrag op uw bankrekening wordt gewoon verdubbeld. Ja. Goed gedaan. We gaan lekker door. Oké. Okay. Een R. Rustig. R-U-S-T-I-G. Roepen. R-O-E-P-E-N. Radijs. R-A-D. Lange I. S. Jochem, het spijt me, maar helaas lukt dat natuurlijk niet, hè? Dat zit hij kan niet proberen, hè? Je kan het allemaal proberen. Het altijd. Inderdaad, in de hoop dat het lukt. Annico, jouw bonusletter is een A. Radius. R-A-D-I-U-S. Ja. Kijk hoor. Rompje. Oh. R-O-M-P-J-E. Een rompje. Nou, heeft hij het Annico makkelijk gemaakt? Nee, je mag niet helpen, ja? Nee, dat mag alleen maar in die zesde beurt. En we hebben hier François in de zaal, hè? Die is heel streng, dat weet je. Dus, de tijd is nu alweer om. En we gaan, ja, sorry Jaap, zo gaat het nu. We gaan naar Renate. Dan is het... Randje. R-A-N-D-J-E. Op het randje! Ja. Ja. De I. Oké, en Jochem, wordt het weer bingo voor jou? En het is bingo! De supporters van Jochem en Renate. Ja, laat je zien. Wapper maar even met die sjaaltjes. Ja, want ook die 75 euro wordt bij jullie ook nog eens een keertje verdubbeld. Gefeliciteerd ermee. Heel goed gedaan. Goed gekozen. En wij gaan snel door met het 10-letterwoord. Hou de handen bij de knoppen en druk als je het ziet. 70 punten, daar beginnen we mee. Kom op, Renate en Jochem, jullie hebben het nodig, die punten. Er is gedrukt door Jaap en Annico. Aftiteling. Yeah. Aftiteling is goed! Denk weer even aan de tijd, aan die 5 minuten. Jaap, je moet weer aan het werk, jongen. Het spijt me. Ik was even met Annico bezig. Nee, na de uitzending. Ben je toch streng? Ik heb het in de gaten. Oké. Okay. Nee, anders nooit. Ja, nee, maar nu wel. Dat is zo aardig. 30 seconden gaat nu. Oké. Een K. Katers. K-A-T-E-R-S. Annico. Kapsel. K-A-P-S-E-L. Kracht. K-R-A-C-H-T. Koepel, K-O-E-P-E-L. Psst, koepel, de tijd is om, de tijd is om, de 30 seconden. Eens even kijken, we controleren nog even koepel. We zien dat het niet goed is. De oplossing is... klagen. Oké. Okay. Nou, foe, daar krijgen we het allemaal warm van. We gaan door met team 2 tegen team 4. Marjolein, ga je gang. De beginletter. E. Enkels. E-N-K-E-L-S. Goed gespeeld. Eerder. E-E-R-D-E-R. Eerder. En wat doen we nu? Eeuwig. Nee. Oeps, dat was een hele snelle zoomer. Zit ik in de tijd? Nee, je mag het niet meer spellen. We gaan naar het andere team. Een bonusletter voor Quintus. Een R. Ergens. E-R-G-E-N-S. Mooi gedaan! En eindelijk is team 4 ook van die 0 punten af. Jullie mogen een bal pakken. De eerste bal. De G. De G. Op het ene laatste plekje. Quintus. Waarom doe je dit nou toch? Je hebt die beurt zo hard nodig, Quintus. Ja, ik weet niet wat daar allemaal gebeurt daarboven. Maar goed, ik ga me maar even richten op team 2, op Tony. Ik
Je mag doorgaan. Een L. Larven. L-A-R-V-E-N. Lustig. L-U-S-T-I-G. Liefde. L-I-E-F-D-E. Wat een prachtig woord, Tony. En dan is het goed. Zit het goed met de liefde, Tony? Het zit heel goed met de liefde. Met de roze bal. Oh. Een roze bal ook nog, kijk. Ja. Ah. Oh. Weg heb ik toch. En we gaan het 10 letterwoord spelen. Hou de handen bij de knoppen en druk als je het ziet. 70 punten nu. Kom op. Quintus en Marian, jullie hebben het zo hard nodig, jongens. Kom op. Oh, en dan wordt het toch gedrukt door Marjolein. Geldbedrag. En dat is uiteraard goed. We gaan door met Marian. Team 4. Dit is jouw beginletter. Een D. Danken. D-A-N-K-E-N. Denken. D-E-N-K-E-N. Even denken. Ja. Ja. En blijf ook aan de tijd denken, hè. Dus gauw een paar ballen. B. Heel goed, Quintus. En de volgende? En nog een G. Dat is ook een G. Hebben we dus niet zoveel aan. We blijven bij jullie, Marian. Een H. Handel. H-A-N-D-E-L. Huisje, H-U-I-S-J-E. Hendel, H-E-N-D-E-L. Quintus. Hengel, H-E-N-G-E-L. Dat kan natuurlijk niet goed zijn. Vijfde beurt. Gaan we dan toch weer terug naar Marjolein en Tony. Een bonusletter eerst en dan mag je het zeggen. Marjolein, een F. Heftig. H-E-F-T-I-G. Goed. Pak maar gauw weer een bal, Marjolein. En de G, die hadden we al. Oh, die hadden we al, Tony. De groen. Ja, groen. Bingo. Oeh, dat wordt straks heel erg spannend. We gaan eerst even kijken naar het 10-letterwoord. Concentreer je. Druk. 70 punten beginnen we weer mee. Pokertafel. Ja. Quintus, je hebt hier toch maar even 40 punten mee gehaald en gescoord. Team 2, ga lekker door. Tony. Een P. Paters. Denk aan de tijd. Ja. P-A-T-E-R-S. Piano's. P-I-A-N-O-S. Dat mag niet, hè, François? Nee, een kommaatje S, hè? Ja, oké. Dan gaat de beurt naar team 4. Quintus, een D is erbij gekomen. Padden, P-A-D-D-E-N. Goed! Snel, ballen. Ja, kijk, oeh, de tijd is om. Oh, en de N, maar die ballen hebben jullie nog gepakt. We moeten er nu mee stoppen. Dit was de tweede ronde. En we gaan eens even kijken naar die o zo belangrijke tussenstand. Vooral natuurlijk ook voor u hier in het publiek. 115 euro voor Quintus en Marian. 150 euro voor Jochem en Renate. 200 voor Tony en Marjolein. Maar nog steeds aan de leiding met 240 punten. Marjolein! Ja, en Annico! Want ook de MP3-speler is natuurlijk voor u. Dat heeft u gewonnen door de juiste keuze te maken. Gefeliciteerd. En ja, u thuis valt op dit moment ook weer in de prijzen. Want ik neem aan dat u allemaal het lot weer bij de hand heeft. Dit nummer is o zo belangrijk voor natuurlijk de nationale actie. Dat in eerste instantie. Maar u kunt er nu ook een auto mee winnen.
Dus Jaap en Annico hebben weer de beruchte drukknop. En we gaan allemaal maar weer eens even aftellen. Want naar wie gaat de auto ditmaal? 3, 2, 1, go! Woe! Ja, kijkt u maar even goed. Het is dus 10, 01, 34, 0, 25. En u vraagt zich misschien wel af, ja, wie hoort daar dan bij? Ik zal het u vertellen. De heer De Lange uit Alkmaar. Van harte gefeliciteerd. Als u met uw lot deze auto niet gewonnen heeft, niet getreurd. Naast deze auto geven we nog meer auto's weg en natuurlijk ook andere prijzen. Onder in beeld ziet u weer een aantal winnende lotnummers. U kunt ze ook terugvinden op www.tros.nl/bingo. Ja, en u weet het, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is ontzettend belangrijk dat u meedoet aan deze nationale actie. En dat u natuurlijk de loten activeert. Dat zien we natuurlijk ook aan het verhaal van Tamara. Het is een afschrikwekkend aantal, maar vroeg of laat krijgt 1 op de 3 Nederlanders te horen, u heeft kanker. Het overkwam ook Tamara Antonissen. Het bleek dat zij leed aan acute leukemie. Dit is Tamara. 3,5 jaar geleden, 10 dagen na de geboorte van haar eerste kindje, werd bij haar acute leukemie geconstateerd. Ja, dat hebben ze ontdekt naar aanleiding van die klachten die ik kreeg. Ik kreeg heel erg pijn in mijn bovenbenen en in mijn heupen, zeg maar. En dat was ja, een soort botpijnen. En die waren zo heftig dat ik het echt uitschreeuwde van de pijn. En ja, ze wisten eigenlijk niet zo goed in eerste instantie wat het nou allemaal was. Dus ze hebben me naar het ziekenhuis gebracht. En ja, na veel onderzoek en uiteindelijk een beenmergpunctie kwamen ze er dan achter dat het leukemie was. Ik knalde in één keer van mijn roze wolk af. Ik wil niet dood, dacht ik eigenlijk meteen. En ja, dat was niet te beschrijven, dat gevoel. Ik was net moeder en ik moest eigenlijk thuis bij mijn kind zijn. Maar dat kon niet. Ik moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus stoppen met borstvoeding. Geen beschuit met muisjes. Geen kraamvisite. Maar chemotherapie in het ziekenhuis. Voor verschillende behandelingen verbleef ze 17 weken lang in de UMC op de afdeling hematologie. Tamara kreeg een eigen kamer en voor de baby werd een wiegje neergezet. Het huishouden thuis werd overgenomen door Tamara's moeder. En ook papa Marcel werd ingezet, zoals bij de eerste controles van Stijn op het consultatiebureau. In het weekend mochten Marcel en baby Stijn in het ziekenhuis blijven slapen. Artsen en verplegend personeel hebben er alles aan gedaan om Tamara een goede kraamtijd te geven. Maar het verdriet erover zit diep. Ja. Je zit 9 maanden op een kind te wachten en daar kijk je naar uit. En dan is dat kind er, dan ben je zo blij. En zo gelukkig. En dan opeens, nou, word je daar gewoon tussenuit geplukt. Je pakt je uit je eigen film. En ze zetten je zo in een hele andere film. Nou, dat is natuurlijk, nou, niet eerlijk. Tamara kreeg 4 zware chemokuren, waardoor haar haar uitviel. Haar enige redding was een donor-stamceltransplantatie. Als donor daarvoor bleek het beenmerg van haar broer geschikt. Ter voorbereiding onderging ze een zware, allesvernietigende chemokuur en een bestraling. Ja, die transplantatie van die stamcellen, dat zorgde ervoor dat ik weer helemaal opnieuw kon beginnen. Ja, echt, dat, opnieuw geboren worden, zo voelde het een beetje. De stamceltransplantatie sloeg aan, maar de artsen in het UMC houden haar nauwlettend in de gaten. En Tamara wordt nog steeds elke 3 maanden uitgebreid gecontroleerd. Ik had mijn kraamtijd anders voorgesteld. Ik zie dat natuurlijk bij vriendinnen om me heen, dat het een periode is van
ja, helemaal lekker tutten met je kind. En ja, genieten lekker met elkaar en met je visite. En ja, dat had ik natuurlijk niet. Maar of ik wat gemist heb, ik heb het op een andere manier beleefd. En ik heb daar het beste van proberen te maken. Ja, dit feit is natuurlijk alleen wel dat ik geen kindjes meer kan krijgen. Dus ik kan het nooit meer overdoen. De zware chemo en de bestralingen vernietigden niet alleen de slechte kankercellen, maar ook Tamara's eicellen, waardoor ze nu dus onvruchtbaar is. Naast de 3 maandelijkse gewone controle ondergaat ze elk half jaar een pijnlijke beenmergpunctie. Daarbij wordt onderzocht of het goed gaat met haar nieuwe beenmerg. Het gaat goed, maar er zijn nog steeds de effecten van de behandeling. Ik kan me slecht concentreren. Mijn geheugen laat me heel vaak in de steek. Ik moet alles opschrijven. Ik ben snel, moe. Als ik te veel doe, dan fluit mijn lijf me op een gegeven moment terug. Dat is heel vervelend en dat belemmert me in bepaalde opzichten best wel. Elke stukje worst, alsjeblieft. Ja, het was een heftige tijd, maar ook een hele mooie tijd. En ik heb het intens beleefd en ik ben ook heel intens met mijn familie nu en met Stijn. En het is toch een hele belangrijke periode van mijn leven. Ja, indrukwekkend als je zo je verhaal wilt doen. Wat een sterke vrouw. De nieuwe polykliniek naast het VUMC kan voor patiënten met kanker van levensbelang zijn. Want met die kliniek wordt een vroege diagnose en snellere behandeling van kanker mogelijk. Dus, zegt u, ik wil dat die kliniek er komt en ik wil meedoen. Bel dan 0909 0099. Dus, heel belangrijk, 0909 0099. U zag haar vorige week al in ons programma, Mies Bouwman. Zij doet ook mee om van deze nationale actie een heel groot succes te maken. Ja, week 2 van de Lingo Bingo Show. Ja, vrij wonderlijke titel voor een aantal feestelijke programma's die geld moeten opbrengen voor een doorbraak in de behandeling van kanker. Kan toch eigenlijk niet, denkt u? Dacht ik. Eerst Lingo en dan Bingo spelen in combinatie met die vreselijke ziekte. Maar het kan wel, hoor. Lance Armstrong is genezen van kanker en doet sindsdien van alles om geld in te zamelen voor onderzoek. En wat wij hier doen, is dus niet eens zo gek. Het is trouwens hartverwarmend hoeveel winkels en bedrijven aan deze actie meedoen. U enthousiast, zij enthousiast. Nou, het gaat lukken. Ja, Mies, het gaat lukken. Zeker als u thuis allemaal zegt, die polykliniek naast het VUMC, die moet er gewoon komen. Nou, hier in de studio zit de stemming er goed in. En de volgende artiesten gaan er ook een feestje van maken, dat weet ik zeker. Hier is Replay met nummers van hun laatste album, Dancing the Night Away. My life, and I'm a woman you
Het is duidelijk dat we met deze loterij een doorbraak tot stand willen brengen in de snelheid van de behandeling van kanker. En Tamara, onze hoofdpersoon, die kreeg al iets unieks waarvan ik denk, ja, dat klinkt bijna futuristisch, maar zij kreeg al een stamceltransplantatie. En dan loop je daar rond in dat VU Medisch Centrum en hoor je dat inmiddels 60% van die transplantaties aanslaagt. We zijn al ontzettend op de goede weg. En als we nou die weg nog wat kunnen versnellen door die loterij, het blijft, vind ik, een wonderlijke combinatie, maar als het werkt is het natuurlijk fantastisch, dan zie je dat we heel ver kunnen komen. Want ik hoorde van een van de artsen daar, die zei, de leukemie die Tamara heeft 10 jaar geleden, was daar een genezingskans van 5%. En nu zitten we al op de 50 à 60%. Dus het begin is er en meer dan dat. In het VU Medisch Centrum kwam Tamara terecht bij professor Peter Huygens. Hij legt nog eens uit hoe ver hij en zijn team gevorderd zijn op weg naar de genezing van, in dit geval, bloedkanker. Je moet je voorstellen dat er in bloed miljarden cellen per milliliter rondlopen. En daarin moet je op kunnen pikken of daar nog een restantje leukemiecel zit. Een afwijkende cel is. Want dat zou betekenen dat je de behandeling dan door moet zetten. Terwijl als dat niet meer zo is, zou je de behandeling kunnen staken. Nou, dat vereist een enorme technologie. En dat hebben we de laatste jaren vooral ook hier opgetuigd. Heb ik begrepen dat je heel graag nog zo'n apparaat erbij zou willen hebben. Hè? Ja. Dat zouden we als onderdeel van de actie, als je daar nu een heel goed verhaal over vertelt, misschien wel kunnen opnemen. Ja. Een kostbaar apparaat? Ja, zo'n apparaat met alle toeters en bellen en de computeranalyse daarin, dan spreek je gauw van rond een miljoen euro. En wat levert dat apparaat op? Dat apparaat, doet ons het mogelijk maken om die afwijkende cellen in bloed en beenmerg op te pikken. En dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld een paar miljard cellen hebt, normale bloedcellen, rode of witte bloedcellen, en dat je daarin in die miljarden er 1 of 2 afwijkende kunt oppikken om te zien dat ze er nog zijn. En dat is natuurlijk een enorme prestatie. Als je dat vergelijkt met de wereldbol, is het 6 miljard mensen en dan 1 iemand vinden die een afwijkende neus heeft. En dat is eigenlijk wat Marissa doet met dit soort apparaat. Ja, en die belangrijke ontdekkingen van het laboratorium worden natuurlijk toegepast in een nieuwe kliniek. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Ondersteun deze actie. 0909-0099. Doen. Ja, we staan hier met twee geweldige teams. Jullie zijn allebei ontzettend gekomen. We gaan de finale spelen. We beginnen eerst eventjes met team 2. En daarna met Jaap en met Annico. Maar... jawel. U heeft natuurlijk nog steeds dat beruchte stemkastje in uw handen. Als u nou denkt, thuis en hier, want thuis doet u natuurlijk ook gewoon mee zonder stemkastje. Tony en Marjolein, die winnen vanavond. Dan toetst u de 2 in. Maar denkt u, nou Jaap en Annico die zijn zo lekker bezig met z'n tweeën. Die winnen gewoon vanavond, dat zijn de winnaars. Dan toetst u de 1 in. En u mag natuurlijk nu gaan kiezen en u wint 2 kaarten voor een prachtige musical. Dus ga je gang. En ook de sjaaltjes, hè, wisselen maar. Ja? Jullie, jongens, wat zie ik veel groen zeg hier. Ongelooflijk. Ja, ik snap daar niks van. Nee, ik begrijp het ook. Tony snapt er helemaal niks meer van. We doen ons best. Ja. Er moet meer blauw op straat en hier moet ook meer. Nou, zij gaan zeker hun best doen. Jaap en Annico, ik wil jullie even vragen om naar achteren toe te gaan, want jullie mogen niks horen en ook niks zien. En Marjolein en Tony, jullie mogen deze prachtige koptelefoons opzetten, zonder van je mooie haar. Nou, maar, want jullie hebben natuurlijk toch ook nog wel ergens aanhang, hoop ik. Ja, kijk eens eventjes. 2 mensen, geloof ik. Ja. En jullie. En die auto die is in het spel, dus dat willen we natuurlijk allemaal winnen. Dus koptelefoons graag op, dan kunnen jullie mij in ieder geval nog horen, maar niet meer de mensen hier in het publiek. En we gaan de finale spelen. 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woorden te maken. Ik begin bij jou, Tony. Dit is jouw letter. Er zijn er 2. Kootje. K-O-O-T-J-E. Marjolein. Kracht. K-R-A-C-H-T. Kantje. K-A-N-T-J-E. En denk aan die tijd. Marjolein, kom op. Kantel. K-A-N-T-E-L. Kasten. K-A-S-T-E-N. En dat is goed. Mooi. Het eerste woord is geraden. We gaan snel door.
Gepast. G-E-P-A-S-T. En Tony. Oh, wat goed. Goed, joh. Meteen goed. Twee woorden. Tony. Pastel. P-A-S-T-E-L. Poesje. P-O-E-S-J-E. Poesje, nog één minuut. Tony. Passen. P-A-S-S-E-N. Is het passen? Oh, is het moeilijk, hè? Zeg. Oké, snel door, Marjolein. Een woord met een P. Zes letters. Oké, Tony. Jij nog? Polsen. P-O-L-S-E-N. Helaas is dit niet goed. We kijken naar de oplossing. En we zien dat het persen is. Oké, niet gekeurd. Rustig aan. We gaan gewoon door. Tony. Duitse. D-U-I. T-S-E. Duitse? Een kleine 30 seconden. Marjolein. Daarom. D-A-A-R-O-M. Oké, kijk goed. Tony. Distel. D-I-S-T-E-L. Mooi! Ja! Marjolein in één keer. Hoopje. Nee. H-O-O-P-J-E. Is het hoopje? Hulpje. Hulpje dan, Tony. H-U-L-P-J-E. En denk vast na, Marjolein, in één keer. Nu! Helpen! Oh, wat is dit? Helpen! Ah, het is altijd hè? Ja? Ja, het bloed stroomt er ons. Maar ik weet niet of jullie vorige week hebben gekeken. Jullie hebben het echt goed gedaan. Drie woorden zijn er goed. Zo. Ja. Nou, we hebben een goed tegenteam. Hè? Dus Okay. We wachten het af. We zullen gaan zien hoe zij het ervan af gaan brengen. En daarvoor roep ik natuurlijk ook hier naar het podium. Annico en Jaap, kom erbij. En jullie mogen van plek even wisselen. Neem de koptelefoons over van Marjolein en Tony. En wij zeggen helemaal niets, Jaap. Ik wens jullie heel weinig succes. We gaan even aan de behagen. Ja. Wat zijn we sportief hier vanavond. Ongelooflijk. En dat zijn jullie collega's. Nou, daar moet je het van hebben, Jaap. Ja. Ik ben benieuwd hoe die koptelefoon jou gaat staan. Jaap, zet hem eens op. Ik weet het wel. Belabberd. Nee, Jossie. Is dat een 10-letter woord? Of is dat... Nee, komt goed. Oké, zet de koptelefoons maar vast op, want we gaan natuurlijk ook met jullie in 2 minuten proberen zoveel mogelijk woorden te maken. En moet je zien hoe groen het hier in het publiek zit. Oh, ja, zij maken alle... Ja, dat wil ik er toch even bij zeggen. Zo makkelijk. U wilt toch allemaal die auto, of niet? Ja, hè? Ja, dat dacht ik maar. Daar spelen jullie voor. Klaar, Jaap? Alles goed? Annico ook? Een soort van, ja. We gaan beginnen. Annico, jij mag beginnen. De tijd gaat nu lopen. Katers, K-A-T-E-R-S. Jaap. Kasten, K-A-S-T-E-N. Het eerste woord. Jaap, je mag doorgaan. Even kijken hoor. Geiten, G-E-I-T-E-N. Dat is buiten de tijd. Annico? Guppen, G-U-P-P-E-N. Guppen. En Jaap? Kom. Nee. Iets met een G. Gispen. Gispen, nee. G-I. Annico, jij? Weet jij het? Gespen. Oh, G-E. S-T-E-N. Even kijken. Nee, is niet goed. Jaap, je mag het nu wel zeggen. Weet je het? Kom op, Jaap. Nee. Gepast. We gaan even naar de oplossing kijken. Gepast. En kijk eens even hoe het publiek hier reageert. Ze hebben allemaal op jullie gestemd. Nog 1 minuut. Annico. Polsen. P-O-L-S-E-N. Passen. P-A-S-S-E-N. Nee. Kom op, Annico. Laat niemand pissen. P-I-S-S-E-N. Ze roept even pissen. Ik doe niet van iets. Oké. Jaap. Polsen. Jongens, publiek! Goh, moedig ze aan, de laatste. Hè? Annico, jij nog even? Nee, wacht even. Annico? Oh. Zie jij? Jongens, jullie lopen helemaal vast. Al dit publiek rekent op jullie. Jongens, roepen! Kom op, kom op! Nou. Ja, ja? Dienst. D-I-E-N-S-T. Dienst. Annico dan nog? Dokter. Dokter, is er gezegd. Spellen. Nee. Oh, jongens.
Want wat is hier gebeurd? Ongelooflijk maar waar. Het is ongelooflijk maar waar. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, zij zijn de winnaars van vanavond. Dat wil ik namelijk wel even weten. Even één vraagje. Waar zijn de blauwe sjaaltjes? Ja, de die-hards! Ja. We gaan even gaan. Ga maar even staan. Laat je maar eens even zien. Er zijn er niet zo heel veel. Want de meesten hadden natuurlijk toch op Jaap en Annie ook gerekend. Eén van jullie zal er vanavond met een auto naar huis gaan. Dat zal één iemand zijn. Maar eerst vraag ik de mobiele knop om bij mij te komen. Want we gaan eerst iemand thuis natuurlijk nog eens eventjes heel blij en gelukkig maken. Met ook een auto. Willen jullie het gaan doen? Ja? Ja. Oké, okay, maar we gaan eerst even mooi aftellen. Hè? Daar gaan we. Tellen we af en van 3, 2, 1, go! Dit unieke nummer vindt u natuurlijk onderaan het geactiveerde lot 29055042. Kijk even goed thuis. U mag uit uw dak gaan. En dat mag zeker mevrouw Kroezen uit Horen doen. Gefeliciteerd! En u maakt meer kans op prijzen. Kijk onder in beeld of uw winnende lotnummer voorbij komt. Alle winnaars krijgen thuis bericht. Of u kunt alles rustig bekijken op www.tros.nl/bingo. Ja, zonder uw hulp is deze nationale actie echt niet mogelijk. Samen met u gaan we er gewoon zorgen dat die nieuwe kliniek van het VUMC voor een snellere diagnose en behandeling van kanker er komt. En dan nu. Het spannende moment voor de supporters van Tony en Marjolein. Want wie stapt er strakjes in deze auto en rijdt er vanavond gewoon lekker mee naar huis? We gaan het zien. Wie zal het gaan worden? Jongens, ga nog even één keer staan. Waar zijn toch die blauwe sjaaltjes? Kom eens even omhoog. Want één van jullie wordt er dadelijk heel en heel erg blij. U ziet natuurlijk een stoelnummer. U ziet uw kastje. Het nummer. Wat op uw kastje staat of op uw stoel staat, is degene die de auto heeft gewonnen. Knoop dat even goed in uw oren. De computer gaat het nu at random bepalen. Welk nummer, wie dus, gaat er vanavond met de auto naar huis? Laat maar zien. Het is geworden. Wie heeft gewonnen? Super! Ja, en u ziet het. Wat een blijdschap allemaal hier in de zaal. En volgende week misschien ook weer blijdschap bij een van u thuis. Want tijdens onze uitzending maken we weer heel veel mensen gelukkig. Dus speel mee door middel van dat bekende lot. En niet te vergeten, nog 28 dagen op 1 juli de grootste bingo ooit. En voor meer informatie kunt u altijd kijken op tros.nl/bingo. Ik wil natuurlijk alle Lingo-spelers enorm bedanken. Ze zijn er blij mee. Ja, ik wil natuurlijk alle Lingo-spelers enorm bedanken. Ook natuurlijk François Boulanger. Hij is er de volgende keer gewoon weer bij. En ik hoop met 8 nieuwe bekende mensen die het Lingo Bingo spel gaan spelen. En morgen ben ik er weer met de dagelijkse Lingo die de komende weken ook in het teken staat van deze grote nationale actie. Heel graag. Tot dan. Dag. Super. Zeg, zie jij jezelf daar staan als bekende vaderlander kandidaat bij zo'n Lingo-programma? Ik? Ik moet er niet aan denken. Maar ik vind het wel erg moedig hoor, van al die bekende Nederlanders. Ja, toch denk ik dat je steengoed in Lingo zou zijn. Want ik herinner me dat jij de langste titel bedacht hebt ooit uit de geschiedenis van Nederlandse televisie. Een mens wil op de vrijdagavond.
wel eens even zitten en een beetje lachen. Want er is al genoeg ellende op de wereld. En dat was gewoon een programmatitel die zo in de Trotskompas moest, bij wijze van spreken. Nee, dat vond ik ook zo aardig. Ja, maar één ding is zeker, een mens wil op de zondagavond nooit meer iets anders dan Lingo Bingo. Hier zitten wij voor jaren aan vast, Mies. Oh jee. 24 uur per dag, het leukste en beste op Tros.nl.